Welkom bij les 1 van origami, de kunst van het papier vouwen. Hebben jullie je blaadjes allemaal voor je liggen? Heel goed, zoek een leuk kleurtje uit, maakt niet uit, rood, geel, blauw, oranje. Dan pakken we als eerst de linker bovenpuntbeet. Die vouwen we naar de rechter onderpunt. Zodat je deze vorm krijgt. Heel goed. En dan doen we vervolgens nog een keer zo. Ja. Oh, ho, ho. Dikke munt. Kwam gillend binnen. Als het zilver is, word ik wild. Ja, ik kwam net zo hoog binnen als die Willem gulden van jou toen. Maar... Ja, 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 ja. 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 Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Ja, lekker. Oh, gelukkig. We gaan helemaal niet papier vouwen. We gaan metaal detecten. Eerst even de ochtendgymnastiek, want het is fris. Te opwarmen. Precies. Dus, Nou, dan stel ik voor dat we snel gaten gaan scheppen. Ja. Dan word je ook warm van. Ja, klopt. Yes, let's go. Ben die heeft wat, maar ik heb ook wat. We gaan eerst eventjes maar naar de mijne kijken. Het is een stukje tinnen lepel, achterkantje. Maar ik zie mooie versiering er nog op. Een leuk cirkeltje, ovaal. Ovaal met stippeltjes. Ja, dit is nog een leuk stukje bestek. Een grappige versiering. Dop van iets. Je hebt een dop van iets. Kid Boots, trademark. Huh? Zo dan. Wow. Wat is dat, joh? Dat is een... Wat grappig, joh. Oud. Mastermans. Mastermans, trademark. Reviver for Kids Boots. Kid Boots. North, East, West, South. Er staat een windrichter op. Wat bijzonder, joh, Ben. Een dop. Grappig, joh. Dat is een leuke. Ga jij hem opzoeken? Ik wil zo wel die... Kid Reviver voor Kid Boots. Wat is het? Kelly Postman, Londen, 1891 had je het ook al, maar... 1891? Ja, 1842. Je ziet allemaal dingen, maar ik weet niet of dat allemaal... Dat is het eerste wat naar voren komt. Nou, dat is niet het eerste, maar... Ja, het is een hele lap tekst. We moeten het thuis even uitzoeken, denk ik. Het zou oud kunnen zijn. Er is een dop van iets. Ja, kijk, draai jij dat stukje lepel nog eens op? Een bestek? Aan de andere kant staat een mooie... Oh. Zie je het? Ja, ja. Nou, jij een leuke vondst en ik een leuke vondst ben. Mooi. Luister maar eventjes met mij mee. Wat zal dit zijn? Zo dan. Eventjes samen opgraven. Wat zal dit zijn? Is het een Willem III? Riksdaalder? Gulden? Nee, wat is dit? Het is... Even mijn pimpen. Het is een stuk aluminium, denk ik. Er zit wel een randje aangebogen. Wat zal dat zijn? Ik denk dat het niet veel waard is hoor. Maar we gaan toch even kijken. Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Nee. Nou ja. Het viel te proberen. Dat zijn ook de risico's van het vak. Je graaft niet alleen maar een mooie ding op.
Zit jij naar Belgische munt op te graven, Ben? Ik zit Belgische munt op te graven. Leopold? Leopold. Ja, Leopold. Toon hem maar eventjes aan mij. Ik ga hem thuis nog schoonmaken. Leg hem eens plat op je hand. Nu even kijken, hier zit het kroontje en heb hier dat... Ja. Honden versiertje. En dan heb je hier dan natuurlijk die leeuw, hè? En de andere kant, zie jij die nog zien? Ja, nee. Nog niet, maar daar heb je die leeuw natuurlijk. Ja. Zo leunt of staat zo. Ja, mooi. Top. Nou, doen we het voor. Yes. Doen we het voor. Yes, de muntenbakje gaat open. Het is wat droger, hè, de grond ook. Lekker is dat, hè? Dat is wel prettig. Modderig word je ook niet. Nee, dat is wel fijn. Ja. Fijn dat het nou een beetje droog is. Ja. Ja. Graag mijn muntenbakje tenminste open. Ja, zo. Nou, het is er met de paplepel ingegoten. Haha. Dikke lepel. Ben komt naar mij toe met de vraag, is dit zilver? Nou, dan gaan we eventjes kijken of dat zilver is. Het voelt niet zwaar. Nee. Het glimt wel een beetje ook. Het voelt niet zwaar. Nee, het is gewoon tin volgens mij hoor. Denk je? Maar hij is wel mooi versierd. Hij is wel... Maar tin is toch wat grauwer gewoon? Dit is niet heel erg grauw, hè? Ja, maar moet je eens voelen. Het weegt bijna niks, joh. Als het zilver was geweest, had je toch wel gevoeld van, hé... Hè? Ja. Is dat tin? Hij ziet er wel leuk uit. Dat wel. Maar ik denk niet dat het zilver is, man. Nee. Hij is gewoon een stukje tinnenlepel, hoor. Ja, vertel jij maar eens eventjes, Ben. Drie sterretjes, 373. En dan staat hier ook nog wat zo. Zo. Zeven. Ja, dat zijn leuk. Dit is een leuk loogje inderdaad, Ben. Ja. Drie sterretjes. Drie sterren om mijn schouder. Is het een soort kosher loogje of zo? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, dat weet ik niet. Ik zou er wel een David ster op staan. Ja, maar daar zijn die sterretjes misschien voor, maar dat weet ik niet hoor. Moet maar dat zou kunnen, maar dat zijn geen Davidsterren natuurlijk. Nee? Nee, dit zijn gewoon normale Davidsterren, zijn echt zo'n soort... Aha, nou dan moeten we het eventjes uitzoeken. Het zijn twee driehoeken soort van... Ja. Davidsterren, dit is gewoon echt gewoon een... Hij is wel leuk. Ja. Top. Ja. Hij is er al uit. Ik heb hem hiernaast liggen. Maar ik geloof dat ik hier een kanonskogel heb. Anders wel. Hè? Wat kan het anders zijn? Het is een kanonskogel, toch? Je moet hem eventjes opmeten en dan wegen. Er zit hier wat dingen. Kijk eens. Twee punten. Nog niet zo. Oh. Dan een kerstbal. Nee. Maar je had ze ook wel eens dat ze aan elkaar zaten, hè? Dat er dan een ketting tussen zat. Dat je er twee had. En dan slingerde dat zo. Ja. Dan maakte het nog meer ravage. Klopt. Ja. Het zou heel goed kunnen. Ik denk het wel hoor. Wat moet het anders zijn? Een mislukte oliebol. Nou, zou die niet inwijken, want dan ben je het anders uit. Hij is wel zwaar hoor. Hij is lekker aan het gewicht. En ik had nog. Waar had ik het nou? Een bijvondst. Een stukje pijp. Oh, hier zo. Kijk, nog een pijpje. Een pijpensteeltje. Pijpensteeltje. Leuk. Dus ja. Deze gaat mee, sowieso. Haha. Leuke dingen. Ja, zeker. Als Ben begint te schreeuwen, dan weet je hoe laat het is. Wat gebeurt er, Ben? Wat nu weer? Hallo? Wat doe je nu weer? Hè? Wat is dat? Een speelgoedkopje. Oh, een speelgoedkopje. Kijken. Zo! Ja, man. Oh. Ja. Ja, man. Ja, kijk, de rest zit hierin. Hij is een beetje ingedeukt. Ja. Kijk maar, hij is... deze kant zit hier. En
misschien zitten er nog wel een paar restjes in het gat. Dat kan ook nog. Ja, Ben. Oh, zeg. Leuke vondst, man. Mooi, hè? Ja. Leuk. Ik zet hem eventjes in je hand. Zat. Heb je alles nou? Ja. Maar de rest zit in het gat, in het kopje zelf, hoor. Daar, hij is ingedeukt. Dus er zit nog spul in, zeg maar. Dus je moet voorzichtig. Ik zou hem gewoon zo laten. Zo laten, ja. En in je tas stoppen en dan thuis kijken. Mooi, ja. Hè? Ja. Ik heb nog niet gekeken wat erop staat, maar ik zie dat het een hangertje is. Ik heb hem echt net uit de aarde bevrijd. Oh. Dus... Ja. Mooi, man. Er staat een tekst in de rand, hè? Even kijken. Kijk in maar even, Ben. Jij mag ook even kijken. Ja, heilig hangers of zo. Hè? Ja, hè? Een hangertje. Kan van alles zijn natuurlijk. Der Nederlanden staat erop. Der Nederlanden? Ja, misschien is het nog wel... Ja, volgens mij wel. Moet je maar eens luisteren. Misschien in de koninklijke munt van de... Kijk eens, hoe diep... Moet je... Hij pakt hem zelfs hier nog. Zie je het, wat een afstand hij nog pakt? Ja. Maar dit is een leuke... Het gaat eventjes niet om de diepte of om de afstand. En hij doet natuurlijk nou... Hé, hey, er staat een hoofd op. Ja, ik zei het. Ja, ohoho. Het begint te sneeuwen. Maar daar laten we ons niet door uit het veld slaan. Ik heb hier weer een aparte vondst. Iets van koper of zo. Dat is wel mooi, zeg. Aparte vondst, hè? Ja. Ja. Weet je, vorige keer toen... Oh, dat is wel een hele mooie. Vorige keer toen wisten we natuurlijk ook niet van dat hellebaard speelgoed. Nee. En misschien zit er nou wel weer iemand te kijken die het herkent. Dus laat het weten. Ja. Ik weet het, ik heb echt nog geen... Nee, maar daarom. Nee, dat is goed. Ja. Je hoeft ook nog niet alles te weten. Nee. Je mag best wel eens wat van een ander leren. Hè? Goed, ja. Nou, ben benieuwd. Ja, oh, ho, ho. Dikke munt. Kwam gillend binnen. Hey, misschien is hij wel van aluminium, dat kan ook, hoor. Weet ik niet, of is het zilver? Als het zilver is, word ik wild. Ja, ik kwam net zo hoog binnen als die Willem gulden van jou toen. Maar... Ja. Ja, kijk eens. Ja, lekker! Yes, dit wou ik altijd! Dit wou ik! Welk is het? Willem 2! Nee, 3! Hoehoe! Yes! Lekker, man! Hoe kan die binnen? Ja, de 30. Net zo hoog als jou. Ja! Ja, die is mooi ook nog. Yes! Hij heeft hem yes! Super blij met deze munt. Ja, deze die wou ik al zo lang graag, joh. Echt. Ja, Willem 3. Ja, gulden. Ik sta er even in. Knoepert. Ja, mooi hoor. Ja. Welk jaar het al? Dat staat meestal hierboven. Oh, daar zo. Ik ken het nog niet goed zien. Zo, maar die is mooi. Ja. Ja, die ga je nog wel mooi krijgen. Ja. Ja, die gaat nog wel pand schoon worden. Ja. Ja hoor, die kan je ook weer afschrijven. Ja, yes, bucketlister. Huh? Ja. Ja. Kikker, yes. Nice. Heel erg blij mee. Snottenbellen hangen aan mijn neus. Je hebt hard voor gewerkt. Ja, super, echt. Het moest er een keer van komen. Nee, en dat in de sneeuw? Ja, in de sneeuw man. Nog. Ja, heel gaaf. Man. Heel gaaf. Ja, dankjewel. Zo, yes. Super blij. Ik ken hem wel van afspoelen anders. Willem 3, ja, dus dat is na 1849. Koud hoor, dat water wel.
Super tof. Die wou ik. Ja, die wou ik. Haha. Heel mooi. Deze tijden die komen nooit meer terug. Zilveren munten. 18. Hè? Wat hè? Niet zo diep. Volgens mij staat er 18,50 op. Ja. Ja. Mooi zeegeluid. Zo dan. Ook een flinke knijter. Jeetje, wat een ding joh. Hè? Lekker hoor. We gaan goed. Goed, tijd voor de samenvatting. Ja, door de kou zijn de accu's van mijn camera's er eerder mee gestopt. Waardoor ik niet alles heb vast kunnen leggen wat ik had willen vastleggen. Maar goed, we hebben alles eventjes op een rijtje gelegd. Ja, dit is de troep die je op zo'n dag opgraaft. Dat hoort er ook bij. Beginnen we bij de kanonskogel. Ik heb hem even opgemeten. Hij is 6 centimeter in de diameter. Ja, wat zal het verhaal hierachter zijn? Misschien is hij wel van de 80-jarige oorlog. Is ermee op een kasteel of burcht geschoten. Wie weet. Erg leuke vondst. En dan... ja, de gulden van Willem III, 1860, ook zo blij mee. Ja, die vind je niet gauw nog een keer. Dus dat zijn hele leuke dingen. Erg trots op. Dan heb ik nog wat halve Willemcenten gevonden. Ja, aardig versleten. Een paar duiten, eentje uit Gelria, 1870 meende ik te lezen. Draagpenning ter ere van de 70ste verjaardag van koning Willem III. Een deel van een tapkraam, een afsluiter, ook leuke vondst. Ja, wat knoopjes hier nog, gordijnringen, wat vondsten die ik nog niet gelijk thuis kan brengen. Oogvondsten, een paar pijpensteeltjes, waarvan één nog best wel een leuke. In de rand staat de tekst Rotterdam. Dat is toch wel grappig, dat werd nog zichtbaar tijdens het schoonmaken, leuke verrassing. Dan heb ik hier nog een stukje boekbeslag. Kastgreepje, mooie, ja, zit nog een mooie verwerking in, een beetje getordeerd, best wel leuk. Ja, deze die kan ik nog niet thuis brengen, moet ik nog eventjes induiken. Tinnen servies, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lepels en 2 achterkantjes, waarvan 1 nog met mooie versiering. Ja, al met al, een leuke dag gezocht, we zijn lekker bezig geweest. Ik hoop dat jullie met plezier naar deze video hebben gekeken. Wanneer jij nog geen abonnee bent, druk dan eventjes op die abonneerknop. Zet het belletje aan, het is gratis, vind ik erg leuk. En dan word je automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe avonturen. En dan zie ik jullie snel bij een volgende keer. Bedankt voor het kijken. Tot snel.